Wat is dit? Dit is hem. Eerst zo. Na de competitiewedstrijd van JVC 1 die met 7-0 gewonnen werd, organiseerde de voetbalclub een koeroterij. Van tevoren kon je gokken waar de koers aan uitwerpselen zou laten vallen. De koeroterij is één van de activiteiten van het 100-jarige jubileum van JVC Julianendorp. We hebben vandaag de koeienactie georganiseerd voor de 100-jarig bestaan. Voor de financiële activiteiten te financieren. En wat zijn de regels? De regels zijn dat de koe ergens zijn vlaai neer gaat gooien. En dat vakje dat gaat een prijs winnen. Hoe lang duurt dit? Hoe lang moet die? 90 minuten gaat dit duren. En dan als de rechterpoot, als die geen koeivlaai gemaakt hebt, dan is de rechterpoot de winnende. Waarom vieren jullie dit jaar pas het 100-jarige bestaan? Ja, we hadden het eigenlijk afgelopen jaar willen vieren. Maar door corona waren alle maatregelen natuurlijk heel beperkt. Dus we hebben besloten om alles één jaar op te schuiven. Dus alle activiteiten die we zouden doen, hebben we exact één jaar doorgeschoven in het jaar. Wat zijn de andere activiteiten die hier nog komen? Nou, vandaag hebben we de koeienactie. En er komen nog heel veel andere activiteiten. Er komt nog een jeugdtoernooi. Er komt nog een walkievoetbaltoernooi. Er komt nog een jeugdavond en een jeugdmiddag. Een feestavond en er komt nog een reunie. Dus er komt eigenlijk van alles nog op ons pad voor alle leeftijden wat wils. En kunnen er nog kaartjes gekocht worden? Jazeker, als je naar de JFC-website gaat, dan kom je ze direct tegen. Je kan ze ook nog fysiek kopen bij Bloems of bij Koenen. En online uiteraard, ja, bij JFC. De kaalvorm was 654. Ja, verdomme! En ik kijk ze nu recht in de ogen. Dat zijn Ber en Jos Junior Thomas! Nee. Jij hebt niet gezegd je moet daarheen, want dat is mijn kavel.